Kijk, kunst is een programma van Slotstad RTV. Elke maand zijn we te gast bij een kunstenaar uit de regio Zeist. Vandaag zijn we op bezoek bij Sietske Twijnstra. Sietske maakt quilts. Ja, lappen, naald en draad. Hoe ontstaat nou precies een quilt? Laten we het haar eens gaan vragen. Ik heb deze nog niet helemaal afgemaakt, omdat ik wist dat jullie zouden komen. En dan kan ik nog even de ingewanden laten zien van een quilt. Dat is dus een achterkant van stof en een voorkant van stof. En daar kan je natuurlijk mee doen wat je wil. En dan heb je de tussenlaag en die doe ik altijd in wol, omdat ik dat zo lekker vind. Het is heel behagelijk warm. Daar gaat het tenslotte ook om. Als je die drie lagen op elkaar gelegd hebt, dan moet je natuurlijk zorgen dat ze niet gaan schuiven voordat alles gekwild is. Dus dat rijg ik dan. Dat rijg je keurig. En ik heb er alweer wat uitgehaald, omdat die bijna klaar is. En dan ga je quilten. En dat is dus eigenlijk het doorstikken van de drie lagen, zodat ze stevig op elkaar zitten. En zo stevig dat je hem gewoon in de wasmachine kan gooien. Kinderen kunnen er tenten van bouwen en allemaal dat soort dingen. Dus dat je echt een stevig geheel krijgt. Nou gaan we eventjes naar de naald. Kraakpiep. Ik span hem altijd op en dan geef ik hem een beetje weer de ruimte. En dan heb ik hele kleine naaldjes met een mooi katoenen draadje. En de clou van het doorsteken is eigenlijk dat de draad recht door de stof naar beneden gaat en straks ook weer recht naar boven. En dat bereik je door de naald heen en weer te bewegen, zodat hij rechtstandig erdoor gaat. En zo gaat hij ook weer rechtstandig erdoor, omdat ik de stof wegdruk. En dan, na een paar steekjes, trek je de draad erdoor. En dan zit hij weer een stukje vast. En dan zeg je natuurlijk, wat een hoop werk. En dat is misschien ook wel een beetje zo, maar als je het leuk vindt, is niks eigenlijk veel werk. Deze is voor mijn kleinzoon die Robin heet. En dat is natuurlijk de roodborstje in het Engels. En daar staat hij met zijn roodborstje. Sietske, hoe ben je zo begonnen met het maken van quilts? En wanneer ben je gestart daarmee? Het was in 2006, geloof ik. En de aanleiding was eigenlijk dat mijn eerste kleinzoon zich aankondigde. Maar het had ook te maken met dat ik gestopt was met roken. En dan wou ik toch iets te doen hebben. En dan was ik alsmaar aan het handwerken, aan het breien en zo. Maar ja, zo'n breiwerkje, dat is dan meestal vrij vlot klaar. En dan moest ik weer wat nieuws gaan verzinnen. En toen ben ik op een gegeven moment met die quilt begonnen. En dat was ideaal, want daar doe je wat langer over. Ja. Dus dan hoeft je niet steeds weer iets nieuws te verzinnen. Hoewel dat proces wel heel erg leuk is hoor. Als er eentje klaar is en je weer aan de volgende kan gaan beginnen. Dat is dan weer zo'n blanco bladzij waar je mee aan de gang gaat. Dat is toch wel heel leuk. Dus je bent er wel inmiddels zo'n 12 jaar mee bezig met maken van de quilt. Ja, zoiets is het, hè? Ja, ja. 2006 gestart. Ja, ja, nou dan heb ik er toch gemiddeld 2 per jaar gemaakt, geloof ik. Ja. Ja. Leuk. En wanneer, je start dan met een werk en ja. Je moet ergens, neem ik aan,
je ideeën vandaan halen en ja. Hoe doe je dat met je ontwerpen maken? Nou ja, het is meer een soort sudderproces. Moet in de week. Ja, je moet het in de week leggen. Het hangt er natuurlijk erg vanaf voor wie het is. Ik heb ze bijna allemaal nog gemaakt voor kinderen en kleinkinderen en zo. Dus ook met een nieuw kleinkind, dan wil ik eerst even een beetje wachten om te kijken wat is het voor soort kind. Is het een heel levendig kind of een rustig kind of een onderzoekend kind? En dan ga je daar toch een beetje de kleuren en verder het ontwerp op afstemmen. En dat gaat heel intuïtief. Ja? Ja. Het gaat een beetje op het gevoel ook. Ja, ja. Maar dan ga je met een ontwerp beginnen. Komt er dan ineens iets in je hoofd op? Of kijk je in boeken of zo? Een beetje van allemaal eigenlijk. Sommige, bijvoorbeeld die waar jij nu op zit. Dat is echt uit een boek. Dat is op de Amish geïnspireerd, ja, uit Amerika. Ja. Omdat die ook met effenstof werken, dat doe ik ook. Ik hou niet zo van stoffen met friemeltjes. Dit is het ergste wat ik friemel, zou ik maar zeggen. Oh, ja. En dat doen zij dus ook. En dat vond ik mooi en dat heb ik dus geprobeerd. Maar het miste toch nog iets. En toen kwam ik in contact met de Bosna Quilts. En die hebben ook eigenlijk allemaal even stoffen. Maar dat is wat speelser. Dat zijn mensen uit Bosnië die hun eigen patronen of ideeën daarin verwerken? Nou, nee, dat ligt een beetje anders. Het wordt gedaan door vluchtelingen uit Bosnië. Mooi. Toen ze begonnen, nu zijn ze geen vluchteling meer gelukkig. Maar het is een Oostenrijkse schilder. En zij heeft de ontwerpen gemaakt, de kleuren bepaald. En dat gaat dan op een A4'tje met wat aantekeningen, instructies erbij. En een stapeltje lapjes naar de vrouwen in Bosnië. En die naaien het in elkaar en die stikken het door. En van in het begin geheel niet gehinderd door enige voorkennis. En dat maakt dat het zo uniek is eigenlijk. Ja. Ja. En zij doen dat nog, dat bestaat nog steeds? Het bestaat nog steeds omdat het zo succesvol is. Dus het is eigenlijk meer een grotere business geworden, mag ik dat zo zien? Of niet echt business? Nee, het is niet echt business. Ze verdienen er wel wat aan de vrouwen, ze krijgen betaald per vierkante meter. Okay. Of ze die quilts nou verkocht worden of niet. Dus ik weet niet precies hoe het verdienmodel eruit ziet en hoe ze, want dat moet dan voorgefinancierd worden. Dat weet ik niet hoe ze dat doen. Maar ik weet wel dat ze prachtige dingen maken en dat ze over de hele wereld in bibliotheken, kerken, bedden hangen en liggen en gebruikt worden. Ja, ja. Mooi. Daardoor ben jij ook geïnspireerd. Ja, absoluut. Dat is eigenlijk mijn grote inspiratiebron uiteindelijk. Sietske, we staan hier voor een mooie quilt van jou. Ik zie veel lijnen, cirkels, figuren. Kun je er iets van vertellen? Door de effen stoffen worden de quiltlijnen belangrijker, die duidelijker. En dat vind ik ook het leuke ervan. Ik begin altijd in het midden. En dan met mijn potlood ga ik het eigenlijk organisch laten groeien. Iedere keer bedenk ik weer, wat ga ik nou weer doen? En dan krijg je dit gewoon vanzelf. Dan ontstaat het, zeg maar. En hou je ook wel eens tentoonstellingen, dat mensen het werk kunnen zien? Nou, dat doe ik wel eens, maar dat is eigenlijk heel sporadisch, want ik hoef geen publiciteit, want ik verkoop eigenlijk niet. Nee. Ik geef. Enkele keer een tentoonstelling. Ja.
Oké, okay. Dan wil ik je hartelijk danken voor de gastvrijheid dat we hier vanmiddag mochten zijn. Ik vond het leuk. Thank you.